over de stikstofcrisis. Ik ga stikstofgas noemen. Dat is N2, de formule. Ammoniak, dat is NH3. Stikstofoxide, NOx. Fijnstof. Zure regen. De Raad van State. De veestapel. En trekkers of tractoren. En dan ga ik nu beginnen. Dames en heren, noem het woord crisis. En iedereen kan er wel een paar noemen. De financiële crisis, de vluchtelingencrisis, de Cuba-crisis en ga zo maar door. Vandaag ga ik het hebben over een crisis die eind 2019 in Nederland is ontstaan, de stikstofcrisis. Eerst even wat informatie over stikstof. Stikstof is niet giftig, je kan het niet zien en je ruikt het ook niet. De lucht die wij inademen bestaat voor 80% uit stikstofgas, N2. De stikstofcrisis in Nederland gaat voornamelijk over twee stoffen die stikstof bevatten. Ammoniak, NH3, en ammoniak wordt uitgestoten door dieren. En aan de andere kant stikstofoxide, NOx, en die worden uitgestoten door wegverkeer, dus auto's en zo. Ammoniak is slecht voor planten en stikstofoxide zorgen voor fijnstof en zure regen. Eigenlijk is het dus geen stikstofcrisis, maar een ammoniak- en stikstofoxidecrisis. Om het makkelijk te maken, zal ik het maar gewoon de stikstofcrisis noemen. Als er veel stikstof wordt uitgestoten, verrijkt dat de bodem. De bodem wordt dan voedselrijk. En dat klinkt positief, maar het zorgt ervoor dat daar vooral planten groeien die houden van een voedselrijke bodem. Die overwoekeren planten, die houden van een voedselarme bodem. En planten die houden van een voedselarme bodem gaan dood. En dat is weer funest voor insecten en vogels. Een te hoge stikstofuitstoot is dus slecht voor de biodiversiteit. Nederland is het land met de hoogste stikstofuitstoot van heel Europa. In oktober 2019 besloot de Raad van State dat daar verandering in moest komen. Het stikstofprobleem was natuurlijk al veel langer bekend. Maar het is een politiek gevoelig onderwerp en daarom werd het lang genegeerd. Door de uitspraak van de Raad van State kwamen 18.000 bouwprojecten stil te liggen. Omdat er tijdens de bouw te veel stikstof wordt uitgestoten. Waar komt al die stikstof vandaan? 34% komt uit het buitenland overgewaaid, bijvoorbeeld vanuit Duitsland. 6,1% van de stikstof wordt uitgestoten door het wegverkeer. De agrarische sector is de grootste uitstoter. 46% van de stikstof wordt uitgestoten door de landbouw. Daarom zeiden sommige politici dat de veestapel in Nederland gehalveerd moest worden. De boeren in Nederland werden woedend over die uitspraak. Ze trokken massaal met hun trekkers naar Den Haag om de politiek te laten weten dat ze het er niet mee eens waren. Die grote voertuigen van de boeren zorgden voor een verkeerschaos. Door de acties van de boeren werden sommige beleidsmaatregelen weer ingetrokken. Nederland is na de Verenigde Staten de grootste landbouwexporteur ter wereld. Niet per inwoner of per hectare, maar in de hoeveelheid landbouwproducten die naar het buitenland verkocht wordt. De meeste producten worden niet geconsumeerd in Nederland, maar in België, Duitsland en China. Zijn de boeren schuldig aan de stikstofcrisis? Natuurlijk niet. De boeren worden door het systeem gedwongen om zoveel mogelijk te produceren en hun producten vervolgens te exporteren. Het is wel duidelijk dat Nederland de veestapel moet verkleinen om de natuur te beschermen. De boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun producten, zodat ze niet gedwongen worden om gigantische hoeveelheden te produceren in zo'n klein landje.
Op dit moment lijkt het alsof de natuurbeschermers recht tegenover de boeren staan. Je bent of voor de landbouw of voor de natuur. Maar wij leven allemaal van de natuur. De boeren verdienen hun geld met de natuur. Daarom moet er een oplossing gevonden worden die goed is voor de natuur en dus ook voor de boeren.